Dit zijn wel te veel golven! Waar denkt een topsporter aan als zij vooruit denkt? Olympisch roeister Marieke heeft twee doelen. Nu, goud in haar lichte dubbel 2. Straks mensen helpen. Aegon, hoofdsponsor van de Koninklijke Nederlandse Roeibond, helpt om deze dromen te verwezenlijken. Samen met presentatrice en weldoener Quinty Trustvol. In Samen Vooruit praten zij over het leven en hoe de toekomst anders kan lopen. Nu moet Marieke vooral aan zichzelf denken. Maar gaat ze zich straks om anderen bekommeren? Hallo! Hallo! Ik vind het zo leuk. Hi Marieke. Quinty, hoi. Hi. Hoi. En ja. Ik vind dit dus heel spannend, hè? Dat begrijp je. Dat snap ik. Ja, ik kan het vast wel leren. Ja. Ik leg dus echt mijn lot in jouw handen, dat begrijp je. Ja. Om elkaar beter te leren kennen, stappen de dames eerst samen de boot in. Ik vind het wel cool. Ik kan gewoon zeggen dat ik met de Olympische roeier Marieke in een boot heb gezeten. Wat is jouw doel als roeier? Het ultieme doel is natuurlijk Olympisch kampioen worden. Maar ik vind het ook wel heel belangrijk om te genieten van het proces daar naartoe. Nou, daar gaan we hoor, Marieke. Nu gaan we een keer doen. Ja, dit gaat goed. Moet je als topsporter egoïstisch zijn? Het draait om jou en daar hoort een portie egoïsme bij. Maar ik denk wel dat je daar een balans in kan vinden. Dat je af en toe eventjes iets terug kan doen. Mijn vader noemt me ook altijd wel nog een aardige egoïst. Een aardige egoïst! Ja. Welke hobbels ondervind jij op het moment? Na het overlijden van mijn moeder ben ik veel bewuster gaan leven. En veel bewuster echt alles uit het leven halen. Ik ben altijd bang dat ik dingen laat liggen, dus ik wil het leven echt leven. Ik heb echt super lang gerouwd om het overlijden van mijn moeder. Want die was hartstikke jong dat ze overleed aan borstkanker en dat klopte gewoon aan alle kanten niet. Mijn moeder heeft borstkanker overleefd, 2 jaar terug. Ja. Echt waar? Ja. Oh, wat goed. Ja. Oh, wat fijn om te horen. Ja. En hoe was het voor jou dan in die periode? Want als ik naar mezelf kijk toen mijn moeder zo ziek was. Dat is zo ongelooflijk heftig. Nou, ik ging dus heel hard doorrennen als het ware. Dus ik heb heel hard getraind. En dat leidde uiteindelijk in dat ik een half jaar niet heb kunnen roeien omdat ik een rugblessure had. Waar niemand iets van snapte. Ja, ik denk zeker dat ik van die tegenslag echt heb geleerd. Vooral weer meer genieten. En zijn we terug. Yay! Helemaal droog. Ik ben echt wel, ik ben echt een beetje onder de indruk. Ja. Jij zit op dit moment natuurlijk midden in jouw sportcarrière. En heb je voor jezelf al uitgestipt wat je daarna zou willen doen? Kinderen hebben eigenlijk altijd mijn hart. Nee. En ja, als inspiratiebron zou ik daar wel graag iets terug willen geven. En vooral voor kinderen die niet zo'n makkelijke jeugd hebben. Ik hoop dat ik op een dag maatschappelijk net zoveel voldoening uit mijn dag kan halen eigenlijk als dat ik nu heb. Tijd om in de wereld van Quinty te stappen. Quinty is naast haar tv-carrière ambassadeur van verschillende goede doelen. Gaat Marieke dit pad ook bewandelen na haar roeicarrière? Ja, dit is het Walhalla van Stichting Jarige Job. Hier pakken ze allemaal boxen in voor kinderen die dus jarig zijn. Kinderen die uit een gezin komen of uit een situatie waarin er gewoon geen geld is om echt een verjaardagscadeau te kopen. Ja. Dus wij gaan een box inpakken. Nou, leuk. Ja, toch? Ja, ga lekker aan de slag. En dat maatschappelijk teruggeven, zie je dat in combinatie met jouw sport? Als mijn topsportcarrière me hierbij kan helpen. Stel ik word ooit Olympisch kampioen om als boegbeeld naar voren te komen, dan wil ik die kaart wel spelen. En hoe vind je dan die balans tussen goede doelen en ja, toch ook aan jezelf werken en denken? Ja, je kan niet alles doen. Je zou wel alles willen doen, maar dat kan gewoon niet. Dus ik maak echt wel heel duidelijk een keuze. Wat voel je echt? Ja. Want dan kan je het ook met 100% doen. Ja, echt dicht bij jezelf houden. Echt dicht bij jezelf blijven. Ja. Ja. Dit? Zie je dat? Nee? Oh, dat is zo lekker. Voor deze. Ja. Ja. Goedenavond. We hebben wat voor jullie meegenomen. Ik ben het toch niet? Oh, snoep! Waar ben je bang voor? Dat ik niet precies weet of ik die voldoening kan gaan halen. Voldoening uit een training is heel makkelijk te halen. Ik hoop dat ik dat gevoel kan opvullen. En ik vind dat wel eng, want dat heb ik eigenlijk nog nooit gedaan. Wauw, ze vonden het echt heel leuk. Tof, hè? Ja, echt. Ik snap helemaal dat jij hier energie van krijgt. Ja. Yes.